En Stichting Ypsilon Suriname bestond gisteren 20 jaar en heeft dit heugelijk feit groots gevierd op het terrein van het psychiatrisch centrum Suriname PCS. Voorzitter Joyce Dawson-Smits stond stil bij de ontwikkeling die de stichting in deze 20 jaren heeft meegemaakt. De organisatie zet zich vooral in voor mensen met psychiatrische aandoeningen. De zorg wordt aangeboden in samenwerking met het PCS. De dag bestond vooral uit entertainment, maar er is ook gegeten, gedronken en gedanst. Verder zijn er ook oude Surinaamse boeken verkocht. Dawson-Smits wil dat de organisatie wordt overgenomen door jongeren, zodat het voortbestaan niet in gevaar komt. Nou, ik zelf ben er al 20 jaar mee bezig en het zou leuk zijn als er nu een andere opvolger komt, ja? Want we worden allemaal een dagje ouder en de nieuwe mensen die nu komen hebben ook andere ideeën, andere inzichten, andere aanpak. Dus het zou wel fijn zijn als ik zou kunnen overdragen. Maar Ypsilon gaat blijven bestaan, omdat die behoefte er is. Ja? En als je hart erin stopt en de overtuiging van hebt dat je de geestelijke gezondheid in Suriname kan blijven steunen, dan denk ik dat dat een goed, dat moet je hebben dus als een voorzitter die wordt voorgedragen. Je moet het hart op de juiste plek hebben voor het werk. Aldus Joyce Dawson, voorzitter van Ypsilon. De stichting is opgericht door Juanita Slijngaard, die zelf deel uitmaakt van Stichting Ypsilon Nederland. Ze is speciaal voor deze dag afgereisd naar Suriname. Slijngaard vertelt waarom ze de organisatie oprichtte. De gedachte achter de oprichting van Ypsilon is een vereniging wilde ik neerzetten die dus de belangen zou behartigen van familieleden, van mensen met psychoses. Dus dat was eigenlijk de gedachte erachter, omdat toen ik persoonlijk in aanraking kwam met deze ziekte, ik wist nog niet dat het een ziekte was, 20 of 25 jaar geleden, was er eigenlijk niemand, er was geen instantie waar ik me toe kon wenden voor steun of voor hulp. En dat is dus de reden waarom ik dus Ypsilon Suriname heb opgericht, zodat de moeders en de vaders, dus de familie, die mensen hebben die lijden aan psychoses, dat ze dus een veilige plek hebben waar ze dus hun zorgen kunnen neerleggen. Dat is de oprichter van Stichting Ypsilon Suriname, Juanita Slijngaard. Trouwens, een mooi hoedje. Gisteren bij de viering van het 20-jarig bestaan van de organisatie op het terrein van het PCS.